Bij gebrek aan WK-deelname bouwt Nijmegen de komende dagen haar eigen voetbalfeest. Op de Grote Markt wordt namelijk de Supercup georganiseerd, waarbij teams met verschillende achtergronden met elkaar de strijd aangaan. Zo spelen op dinsdag de verschillende carnavalsverenigingen tegen elkaar. Later in de week komen onder meer horecateams, scholen en bedrijven aan bod.